SP-politicus, dat is hij ook zeker. Maar hij is ook filosoof, hij studeerde filosofie en maatschappijgeschiedenis en promoveerde ooit op 19e eeuws conservatisme in het jaar 2000. Ja. Dat was een filosofische dissertatie. Eerste Kamerlid van 2003 tot 2006 en sindsdien Tweede Kamerlid. En dat is de allereerste publicatie die ik op Wikipedia kon vinden, ging over Bertolt Brecht. Maar later was Mulder natuurlijk ook diverse keren vertegenwoordigd. Ik geef hem graag als laatste vandaag het woord. Niet alleen de politieke strijd tegen de dubbele moraal. Zo is het. Goedemiddag allemaal. In 1989 deed ik VWO eindexamen Nederlands. Een enkeling van u ook. Misschien weet u dan ook dat wij destijds een samenvatting moesten maken van een artikel van Mark Bovens over de noodzaak van een betere bescherming voor klokkenluiders. Dat was toen nog geschreven zonder tussen. Dit jaar, ruim 25 jaar later, steunde de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor een huis voor klokkenluiders. Binnenkort zal ook de Eerste Kamer met het voorstel instemmen en daarna zal de koning zijn handtekening zetten. En ik denk dat Multatuli dat prachtig zou hebben gevonden. Koninklijke handtekening onder een wet voor de bescherming van klokkenluiders. Niet voor niets had hij de Max Havelaar opgedragen aan koning Willem III in de hoop dat die zou ingrijpen en een einde zou maken aan het misbruik van de inlanders in Nederlands-Indië, waar hij had gediend als koloniale bestuurder. Multatuli streefde een schrijversleven lang naar erkenning en genoegdoening. En dezezelfde Multatuli blijft telkens opduiken in mijn leven. Tijdens mijn studie filosofie in Rotterdam kwam ik hem tegen bij Duitse denkers uit de 19e eeuw, die de jonge, stormachtige Friedrich Nietzsche probeerden te begrijpen, probeerden te duiden en hem een Duitse Multatuli noemden. En mijn eerste wetenschappelijke artikel over Multatuli in 1995 ging over hem als filosoof. Over het verband tussen logos en fantasie, waarheid en liefde, de noodzaak van poëzie om de waarheid te leren kennen. Tijdens mijn promotie in Amsterdam leerde ik een heel andere Multatuli kennen. Hier kwam ik hem tegen als penvoerder van de conservatieven in Nederland, toen hij in 1867 zijn diensten aanbood als propagandist voor minister-president van Zuiden van Nijveld. Een bod dat minister-president overigens vriendelijk afwees. De socialist Domela Nieuwenhuis zag Multatuli wel als een geestverwant, zeker nadat Multatuli zijn plannen had bekendgemaakt voor een vleespartij, omdat de morele en intellectuele verheffing van het volk toch moest beginnen met een volle maag. De Tweede Kamer is een pronkkamer van Nederlandse middelmatigheden en een museum van misdadige nietigheden. Er bestaan geen partijen, er bestaan maar kliks. Ook in mijn politieke leven bleef Multatuli zich aanbieden, gewoon omdat het erg leuk is om hem te citeren, zeker tijdens debatten. Maar ook inhoudelijk, omwille van het werk en van zijn leven. En ik denk dat dat het leven is van een typische klokkenluider. Een man die streedt tegen misdadige nietigheden. Ik loop nu ruim 12 jaar rond op het Binnenhof. En tegenwoordig is dat bijzonder lang. In 2003, zoals we gezegd, in de Eerste Kamer, vanaf 2006 in de Tweede Kamer. En als Tweede Kamerlid ben je eigenlijk een soort kleine winkelier. Je moet alles zelf doen. Ambtenaren, lobbyisten, journalisten overladen je met informatie waar je meestal heel weinig aan hebt. En de informatie die je wel nodig hebt om de macht te kunnen controleren, ja, die krijg je niet. Daarvoor moet je als Kamerlid zelf onderzoek doen. En de macht van een Kamerlid zit denk ik dan ook in de mogelijkheid om netwerken te bouwen, zelf rond te kijken en jezelf te informeren. Op zoek gaan naar de waarheid achter de werkelijkheid. En mensen moeten je ook alles kunnen vertellen. Een Kamerlid hoeft namelijk nooit zijn bronnen prijs te geven. Maar juist hier stuitte ik in 2006 al vrij snel op een groot probleem. Omdat mensen soms gewoon te bang zijn voor hun toekomst.
Kamerleden moeten problemen opsporen en oplossen. En het is heel frustrerend om kennis te hebben van een misdaad, van fraude of corruptie, of bedreiging van de veiligheid of de volksgezondheid, maar daar niets mee te kunnen doen als politicus. Omdat de melder van de misstand gewoon bang is dat de melding naar hem of haar is te herleiden. Omdat de klokkenluider te bang is voor ontslag, voor faillissement of voor sociaal isolement. En je dus als Kamerlid moet toekijken hoe een probleem blijft voortbestaan. Nou, veel klokkenluiders melden zich bij de SP, dat gebeurde ook toen ik Tweede Kamerlid werd. En als informatie over een misstand bij de volksvertegenwoordiging komt, maar die volksvertegenwoordiging daar vervolgens niks mee kan doen, dan hebben wij een serieus probleem met onze democratie. Als Tweede Kamerleden hun mond moeten houden om klokkenluiders te beschermen, dan kan het parlement gewoon haar werk niet doen. Dan worden corruptie, misbruik en cliëntelisme beloond. Hier moest dus iets gebeuren. Dit raakt het hart van onze democratie. In 2007 nam de Tweede Kamer voor het eerst een motie aan voor een betere bescherming van klokkenluiders. En dat was het begin van een zeer lange politieke strijd die, zoals ik al zei, hopelijk dit jaar nog haar voltooiing krijgt. Het Huis voor Klokkenluiders gaat melders beschermen tegen ontslag en andere vormen van benadeling. Het gaat misstanden onderzoeken en aanbevelingen doen om die problemen op te lossen. Klokkenluiders hoeven dus niet meer naar de rechtbank en helaas voor journalisten hoeven ze ook niet meer naar de media. Ze hoeven ook geen romans meer te schrijven, zoals Milt natuurlijk deed. Tijdens de ontmoetingen met klokkenluiders, verenigd in de expertgroep Klokkenluiders, waarvan een aantal mensen hier ook aanwezig is, moest ik ook regelmatig denken aan Multatuur. Elke misstand is natuurlijk heel anders, en elke melder van de misstand is natuurlijk ook heel anders, maar toch hebben klokkenluiders iets overeenkomstig. Deze mensen kunnen niet tegen onrecht. Niet zozeer onrecht tegen henzelf. Klokkenluiders laten zich meestal niet leiden door hun eigen belang. Het gaat eigenlijk altijd om misstanden die anderen aangaan en het algemeen belang raken. Klokkenluiders, is mijn stelling, laten zich niet zozeer leiden door hun eigen mening of hun eigen moraal. Zij komen in actie als machthebbers zich niet houden aan hun eigen normen en regels. Zij strijden tegen de dubbele moraal. En in de strijd voor de bescherming van klokkenluiders ben ik veel droogstoppels tegengekomen. En de Max Havelaar, u weet dat, is Bataafs droogstoppel, handelaar in koffie, de verpersoonlijking van die dubbele moraal. Hij werpt zich op als verdediger van het publieke belang, zolang het maar in zijn persoonlijk voordeel is. En tijdens de behandeling van de wet, Huis voor Klokkenluiders, ben ik veel van dit soort droogstoppels tegen het lijf gelopen. Om te beginnen natuurlijk droogstoppels in de politiek. In december 2007 nam de Kamer als gezegd een motie aan voor een betere bescherming van klokkenluiders. De regering weigerde die motie echter uit te voeren. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken wilde wel met het voorstel aan de slag. Ze is er al voorbij gekomen. Maar het was vooral minister Donner van Sociale Zaken die oppositie voerde. Toen diezelfde Donner in oktober 2010 minister van Binnenlandse Zaken werd, ja, toen was de hoop op een bescherming van klokkenluiders definitief verkeken. En op zo'n moment, als je weet dat er een meerderheid is in de Kamer, de regering wil het niet doen, dan is er als Kamerlid maar één ding wat je kunt doen, in ieder geval in Nederland, en dat is zelf een wet maken. Maar ik kan u wel vertellen, dat is nog niet zo eenvoudig. En het duurde ook even om die wet te maken, waarbij ik ontzettend veel steun heb gekregen van klokkenluiders. Bijvoorbeeld van de expert op klokkenluiders. Dus een wet die echt van onderaf is gekomen, door de oogharen van de klokkenluiders. Ik heb veel hulp gekregen van Alex Brenninkmeijer, nationaal ombudsman, maar vooral ook van Pieter van Volhoven, specialist op het gebied van veiligheid. En een bijzonder goede lobbyist, kan ik zeggen. Ook kreeg ik steun van een aantal collega-kamerleden van andere partijen die ook, net als ik, ervaringen hadden met klokkenluiders. Ronald Fokker van de Partij van de Arbeid, Gerard Schouw van D66, Geert-Jan Segers van de ChristenUnie, Linda Voortman van GroenLinks, Esther Auwand van de Partij voor de Dieren en het lid Norbert Klein. Met deze mede-indieners had de wet ook een meerderheid in beide kamers. Maar, moet ik u zeggen, toch ging die behandeling niet vanzelf. Want ook buiten de politiek zijn er droogstoppels.
Als de Tweede Kamer het initiatief neemt om een wet te maken, is het gebruikelijk, ongeschreven regel, en let wel, ongeschreven regels zijn de strengste regels, is de ongeschreven regel dat het kabinet zich bijzonder terughoudend opstelt. Dat was hier echter bepaald niet het geval. Vrij opzichtig werden door de regering allerlei instituten in het leven geroepen. Een adviespunt klokkenluiders, onderzoeksraad integriteit, overheid, allerlei andere plannen waren er. Allerlei organisaties die eigenlijk van alles konden, behalve klokkenluiders beschermen en misstanden onderzoeken. Toch wat opzichtige pogingen van de regering om het initiatief vanuit de Kamer te frustreren. En daarbij kon de regering ook rekenen op steun van werkgevers, PNO-NCV, en van werknemers, van de FNV, die een agressieve lobby organiseerden tegen het huis. En zeker vanuit mijn politieke achtergrond begrijpt u wel dat ik dat voor VNO-NCV wel begrijpelijk vond. Zij zijn natuurlijk bij uitstek de vertegenwoordigers van de Bataafse doofstoppels van deze wereld. De opstelling van de FNV begrijp ik niet. Ook omdat andere vakbonden het initiatief voor een huis van klokkenluiders juist van harte ondersteunden. U zult ook begrepen hebben, ook gezien het vorige verhaal, inspecties en toezichthouders zagen de wet absoluut niet zitten. Zij hadden toch erg moeite dat er controle kwam om te controleren. En waarom is dat nou? Waar komt dan die tegenwerking zo vandaan? Dat heeft denk ik te maken ook met ons poldermodel. Ons poldermodel kent veel voordelen. Het zorgt voor draagvlak, het leidt tot samenwerking. En ik denk dat dat ook geldt in de politiek. Want ik kan u wel vertellen, Nederland is een van de weinige landen waar je als linkse politicus toch zo'n belangrijke wet voor elkaar kan krijgen. Sommige van mijn collega's in het buitenland zijn daar erg jaloers op. Maar de polder heeft ook nadelen. Het biedt een vruchtbare grond voor misstanden. Hier in ons polderland verdelen we verantwoordelijkheden. Maar dat doen we ook als dingen misgaan. En waar velen schuld dragen, is ook snel een doofpot gevonden. Wie een misstand meldt, wordt dan snel gezien als een verrader. We hebben dat vandaag in actie kunnen zien. Als iemand die de zorgvuldig gekoesterde dijk doorprikt, waarachter zoveel zich zo veilig maakten. Ik zei dat het even geduurd, maar in mei 2012 kregen we het voorstel eindelijk door de Tweede Kamer. Daar kon het rekenen op veel steun en werd het in december 2013 aangenomen. Om vervolgens in mei 2014 te worden aangehouden, te stranden in de Eerste Kamer. De lobby van werkgevers en werknemers, inspectie en toezichthouders had zich gericht op de senatoren. De regering dreigde zelfs de contrasign, de ondertekening, te weigeren als deze wet in deze vorm door de Eerste Kamer zou komen. Dat is staatsrechtelijk toch wel een unicum. Maar als oud-senator wist ik ook dat je moet vertrouwen op de wijsheid van de Senaat. En wat deed hij? Die gaf ons een aantal goede suggesties mee voor verbetering. En heeft ook hier en daar aan wat oren getrokken, zodat alle neuzen dezelfde kant op stonden. Deze verbeterde wet is voor het zomerreces met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. En ik moet zeggen, daarbij hebben wij bijzonder goed samengewerkt met minister Plasterk, die zich nu volledig achter het huis heeft gesteld. En daarmee komt, denk ik, hopelijk, weet ik bijna zeker, eindelijk een einde aan de lange politieke strijd. Een strijd die mij ook heel erg veel heeft geleerd overigens, over hoe in ons land de macht werkt en hoe hier gevestigde belangen worden verdeeld. Een dubbele moraal die als klokkenluider ondervindt. En elke klokkenluider treedt daarbij, denk ik, ook in de voetsporen van Multatuli. Multatuli is voor mij de koning van de klokkenluiders. Hij werd het eerste symbool van een burger die zich uitsprak tegen onrecht, die werd ontkend, die uit de weg werd gegaan, maar niet opgaf. Ongeacht de gevolgen voor hemzelf en voor zijn familie. Een man die bleef strijden tegen onrechtvaardigheid, omdat hij nu eenmaal zo in elkaar zat. Zo zijn de klokkenluiders. En ik ben er heilig van overtuigd, dat een land dat goed omgaat met klokkenluiders een beter land is. Minder onrecht, meer onderling vertrouwen. Het huis zal dat ideaal dichterbij kunnen brengen. Het zal hopelijk in ieder geval toe leiden dat melders worden beschermd en misstanden worden onderzocht. Klokkenluiders hoeven dan, als gezegd,
niet meer naar de rechter of naar de media, wat veel belangrijker is. Als een klokkenluider een maatschappelijke misstand aansnijdt, dan hoort dat een maatschappelijk probleem te zijn en niet een individueel probleem. En wat we altijd zien met klokkenluiders is ze krijgen een arbeidsconflict. Ze hebben als klokkenluider, als mens, als individu een probleem, want dat hoort niet. Het is niet dat ze meer geld eisen of een beter bureau, maar een maatschappelijke misstand aankaarten. En dan is dat ook een maatschappelijke publieke verantwoordelijkheid. En dat is ook de idee van het huis. Bij de jaarlijkse uitreiking van koninklijke onderscheidingen kreeg ook dit jaar Gerrit de Wit, hij was zo net juist al aan het woord, de voorzitter van de expertgroep klokkenluiders, een lintje. En daarmee kregen op symbolische wijze alle klokkenluiders koninklijke erkenning. En daarmee is, na ruim anderhalve eeuw, ook koninklijke erkenning voor Multatuli een feit. En ik dacht ook van ja, hadden we toen maar een huis voor klokkenluiders gehad, dan was denk ik veel voorkomen. Maar ja, dan was misschien Douwes Dekker ook nooit gaan schrijven. En hadden we nooit een Multatuli, nooit een Max Havelaar, nooit ideeën of miljoenen studieën, mijn persoonlijke favoriet, gehad. Ik had hem echt oprecht graag een gemakkelijker leven gegund. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik had al zijn boeken toch ook niet willen missen. Maar kan je nog tenslotte iets meer zeggen over dat huis? Moet ik me dat inderdaad voorstellen als een huis? En hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat werken? Want ik weet niet of dat bij iedereen bekend is. Ja, het huis wordt een huis met een bel. Een bel? Met een bel kun je aanbellen. Dan kun je naar binnen, een kop koffie, kop thee, net wat u wilt. En dan kunt u uw verhaal doen. En wat ik al zei, er zijn heel veel regelingen voor klokkenluiders. Die zijn ook al vaak onderzocht, ook door Mark Boven bijvoorbeeld. Er is een wildgroei aan regelingen. Die zijn allemaal gericht op het individu. Hoe kun je het individu versterken in zijn strijd, haar strijd tegen maatschappelijk onrecht? De Amerikanen gaan daar het verst in. Dan kun je, als je alle rechtszaken wint, multimiljonair worden. Maar ja, dan moet je eerst al die rechtszaken winnen. En stel, dan ben je multimiljonair als klokkenluider, dan is de maatschappelijke misstand niet weggenomen. Dus waar we heel erg over na hebben gedacht, is om het klokkenluiden van de klokkenluider weg te halen. De idee is straks dat als je je meldt, ben je ook een probleemarmer. Dan ben je er vanaf. Op het moment dat het huis jou als klokkenluider herkent. Op het moment dat het huis zegt, ja, deze meneer of mevrouw heeft ruzie met de baas, dan moet je maar naar de vakbond, dan ben je geen klokkenluider. Maar als je zegt, ja, jij meldt een maatschappelijke misstand, fraude, corruptie, volksgezondheid, milieu, dat soort zaken. Dus in die zin wel gedefinieerd. Dan kun je niet meer ontslagen worden. Kun je ook niet meer benadeeld worden. Kun je ook niet meer zomaar in de kelder zonder ramen worden gezet. En gaat het huis een onderzoek doen. Er komt een onafhankelijk onderzoek. Met, ja, zoals het in de wet is geregeld, verregaande onderzoekbevoegdheden. De politie wordt op je afgestuurd als je niet komt. En dan word je onceremonieel naar het huis gebracht. Zo staat het, wetsteksten wel heel mooi. En dan komen er aanbevelingen. En vervolgens worden die aanbevelingen ook gemeld aan de Tweede Kamer, aan de regering. Maar er is ook nog iets anders met het huis. Het huis heeft ook nog een andere kant. Op het moment dat je je meldt, als klokkenluider, wordt ook gevraagd van, goh, heb je al gesproken met je baas? Heb je al gesproken met de vertrouwenspersoon? Heb je de interne regelingen doorlopen? Dus als je als klokkenluider niet eerst bij je baas, omdat je denkt, ik durf het niet, dan gaat het huis eerst zeggen van, goh, kijk nou eerst eens wat de mogelijkheden zijn en we begeleiden je daarbij. En als je werkgevers onfatsoenlijk opstelt, prima, dan gaan we zelf onderzoek doen. En maar eerst krijgen organisaties een kans om, zeg maar, bewust te worden. Oh ja, er is iets aan de hand. We hebben het altijd zo gedaan, we hebben altijd gedacht dat het goed was, maar ja, blijkbaar is het toch niet goed. Hoe kunnen we dat oplossen? Als dat gebeurt en er ontstaat geen arbeidsconflict, dan hebben we precies wat we hebben. Op het moment dat dat niet gebeurt, dan zegt het huis van, ja, maar laten we de inspecties kijken. Behalve als de inspectie het heeft laten lopen en mede verantwoordelijk is, dan zorgt het huis voor een andere vorm van onderzoek. Dus je ziet ook dat het huis kan opschalen, proces begeleiden. En het idee van het huis is ook dat organisaties
leren. Meer leren van fouten, gedwongen worden, eerst met een goed gesprek, dan met een onderzoek en uiteindelijk met harde maatregelen om ervoor te zorgen dat misstanden worden opgelost. En wat ik mooi vind, wat ik leuk vind, het wetgevingsproces heeft lang geduurd. We hebben het in mei 2012 in de Kamer gebracht voor het eerst. Nou, we zitten ondertussen alweer in november 2015. Wat ik wel heb gemerkt is dat de hele discussie over de wet al invloed heeft gehad. Je ziet nu ook al dat rechters bijvoorbeeld bij, als mensen aangeklaagd worden, rekening gaat houden met het feit dat iemand wel geen klokkenluider is. Je merkt dat organisaties wat opener worden. Je merkt dat er ook al de discussie over het verhuis, zeker het feit dat het huis er zal komen, al her en der tot cultuurveranderingen leidt. Waarbij wel gezegd moet worden dat het meest de meeste problemen zijn, de meest hardnekkige argwaan tegen mensen die misstanden melden en de diepste doofpotten die zitten nog steeds op de ministeries. En daar zal dus de strijd om een cultuurverandering te bewerkstelligen het grootst zijn. Maar het is ook zo dat het huis straks ook de meest verregaande onderzoeksbevoegdheden heeft bij die ministeries en overheden. Ten slotte heel praktisch, hoeveel mensen moeten daar dan in gaan werken om dit allemaal serieus te doen? Zijn er al functies verdeeld? Nee, de wet ligt nog bij de Eerste Kamer. Dus mij past grote terughoudendheid. Maar er is al wel een verkenner aan de gang. De inrichting van het huis, wat voor soort onderzoeken, wat voor soort mensen er moeten komen, de adviesfunctie, het huis gaat natuurlijk ook mensen adviseren, onderzoek doen, gaat onderzoek doen in de publieke sector, in de private sector, daar zijn we hard mee bezig. Er moet een grote staf komen. Ja, maar kijk, wat niet de bedoeling is, wat het huis niet kan, is alle specialistische kennis zelf in huis hebben. Zeker niet als het gaat om allerlei financiële zaken bijvoorbeeld. En als we straks weer ongetwijfeld misstanden in de financiële sector krijgen. Het huis kan niet alle specialiteiten zelf in huis hebben, maar kan wel zorgen dat alle specialisten van naam en faam die het verschil kunnen maken aan het huis verbonden zijn, mits ze niet in dienst zijn van de industrie of belangen. Wat nog een heel karwei wordt, omdat de meeste wetenschappers tegenwoordig wel in dienst zijn van belang. Maar goed, die inrichting, daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. En wordt het een openbaar adres? Ja, tuurlijk. Straks moet je gewoon kunnen bellen, mailen. Je kunt mailen, je kunt bellen, je kunt alles doen. Maar ik vind het idee, daar heb ik toch wel even op aangedrongen, het idee van een huis waar je hebt, een huis thuis, waar je veilig bent, waar je van het gedoe af bent. Je moet je werk nooit meer naar huis nemen. Daarom moet er ook een huis voor klokkenluiders komen dat klokkenluiders niet hun klokkenluiderszaak, nou ja, wel mee naar huis nemen in dit geval, maar dan niet weer terug naar huis. Ja, en die arme journalisten, die kunnen dan alleen in de regen gaan staan loeren wie er aanbelt. Ja, ik heb ook altijd gezegd, de enige behoefte, kijk, uiteindelijk is dit gunstig voor iedereen, want het werd ook terecht gezegd, denk ik wel, er zijn ook klokkenluiders die gewoon zeggen dat ze klokkenluiders zijn. Terwijl dat helemaal niet is. Dus ik denk ook, als het huis er straks is, het eerste wat het huis moet doen is kijken of je een echte klokkenluider bent. Ik denk ook dat een aantal mensen dan erg teleurgesteld zal zijn. Als je ruzie hebt met je baas omdat je meer loon wilt, ja, dan moet je echt niet, daarin moet je niet met een beetje in klokkenluider. Dan moet je gewoon zorgen dat je organiseert in een vakbond en actie gaan voeren, gaan staken, kraken en demonstreren, zou ik zeggen. Maar dan ben je geen klokkenluider. Dus een aantal mensen zal ook geen klokkenluider zijn. Ik vind het voor bedrijven ook heel erg gunstig, omdat zorgdragen zijn dat terecht. Grote organisaties zijn heel machtig om een individu te vermorzelen, maar staan aan de andere kant ook weer heel kwetsbaar, omdat de publieke sympathie gaat bijna altijd naar het scheidende individu. Dus op het moment dat een organisatie te maken heeft met iemand die echt geen klokkenluider is, maar wel van alles roept, is het voor die organisatie ook heel gunstig, ook voor bedrijven heel gunstig, om zich te kunnen weren tegen een valse beschuldiging, omdat dat huis dan zegt van ja, maar die meneer of mevrouw, die moet echt naar de vakbond of naar de rechter, maar dit is geen klokkenluider. Dus ik denk dat het voor bedrijven, voor overheden, voor klokkenluiders, ik denk voor politici, echt voor iedereen ontzettend gunstig is. Ja, behalve journalisten. Maar ja, dan moet ik ook zeggen, het publieke belang is dan toch voor, gaat dan toch voor. Nou, waar maak je dat nog mee? Iets wat voor iedereen gunstig is.
Waarschijnlijk is het ook, moeten we wel lang wachten voordat de eerste ontevreden werknemer van dat huis zich... Ja, dat is toch wel interessant, van waar moet die zich dan melden? Ik zou zeggen dat die gaat dan gewoon rechtstreeks naar Zembla en de Argos en de NRC. Mooi verhaal, dankjewel daarvoor. Het huis voor de klokkenluiders. Ja. Waarom kunnen mensen niet gewoon meld misdaad anoniem bellen? Dat gaat over als de wet is overtreden, strafrecht. Ja. Als een crimineel, iemand heeft een crimineel activiteit gedaan. Ja. Hier gaat het gewoon om misstanden. Als fraude wordt gepleegd, corruptie. Maar bijvoorbeeld ook als er gewoon regels niet worden nageleefd. Voor de volksgezondheid of het milieu. Ja. Dan gaat het er niet alleen om dat er een strafzaak is en iemand wel of niet wordt veroordeeld. Maar dan moeten we weten wat er mis is en hoe we het kunnen oplossen. Okay. En daar heb je dat huis voor. Ja? Dat als je straks, als je zo'n misstand kent, ga je naar het huis. Ja. Wordt eerst gekeken, ben je een klokkenluider of niet? Als je een klokkenluider bent, kun je niet meer ontslagen worden. Nee. Hoef je ook niet meer te eindigen in een caravan, ja. Zoals Ad Bos. Ja. En de misstand wordt onderzocht. Okay. En dat huis komt in Den Haag te staan? Ik weet het nog niet precies waar. Ik vind het misschien ook wel eens leuk om het eens een keer niet in Den Haag te doen. Nee, precies. Maar in ieder geval op een plek waar mensen het makkelijk kunnen bereiken. Heb je een bepaalde... oog op visie op wie dat huis gaat beheren. Ja, dan moet straks. De wet is nu aangenomen door de Tweede Kamer. Hebben alle partijen gezegd dat willen we. Ja. Nu gaat het door de Eerste Kamer. Ja. En dan moet er dus iemand komen, een kwartiermaker, een voorzitter die dat huis gaat bouwen. Wij maken de wetten. Ja. Wij zeggen wat we willen. Ja. Wij zorgen voor geld. Okay. En dan zoeken we nog een echte bouwer. Ja. En daar gaan we binnenkort mee beginnen. Oké, okay, heel goed. Wie zou je zelf eigenlijk wakker willen schudden? Nou, vooral, je merkt de meeste klokkenluiderszaken die ik ken, mensen die ernstige misstanden melden, is op de ministeries. Ja. Daar heb ik het idee, zijn de meeste doofpotten. Ja. Dus ik vind ook dat het huis moet leiden tot een cultuurverandering. Juist. Dat mensen, kijk, organisaties moeten leren. He, als bedrijven, als daar iets mis is, moet een bedrijf niet denken van, dat gaan we wegstoppen. Nee. Hoe gaan we dat oplossen? Hoe gaan we zorgen dat ons bedrijf beter wordt? Hoe gaan we zorgen dat de gemeente beter wordt? Hoe gaan we werken dat het ministerie beter wordt? Die cultuurverandering moet ook komen. Klokkenluiders zijn geen brengers van slecht nieuws, maar van goed nieuws. Ja, maar die doofpotten in het ministerie, komt dat alleen maar vanwege het conservatisme, het behoudende? Ja. We hebben in Nederland een soort poldercultuur, hè, waar we als we een besluit nemen, doen we dat met z'n allen. Ja. Dus dat betekent als het misgaat, dan hebben we het ook met z'n allen misgedaan. Ja. En dan zijn er vele belangen om dingen weg te stoppen in de doofpot. En daar moeten we nu wat aan doen. Voor wie zou jij de klokken willen luiden? Voor wie? Dat is wel mooi. Ja, nou ja, dan vind ik toch Multatuli wel een held wat dat betreft. Daar wil ik wel een klok voor luiden, ja. En wie zou je wakker willen schudden? Ja, ik zou toch de financiële sector willen wakker schudden. Ik vind de manier waarop gereageerd is op deze crisis eigenlijk onvoldoende. En ik zou heel graag willen dat men in de financiële sector nog beter bij zichzelf te raden gaat van waar zijn wij van? Wij zijn toch eigenlijk ook een publiek belang. Dit initiatief van zo'n huis voor de klokkenluiden, vind je dat een goed initiatief? Ja, ik vind het uitstekend initiatief, het Huis voor de Klokkenluiders. Aan verschillende kanten. En Ronald van Raak heeft ook wel gelijk, want hij zegt, het is voor de klokkenluider goed. Omdat hij zich beschermd weet, maar het is ook voor organisaties goed. Omdat die de gelegenheid krijgen om een probleem op te lossen voordat het helemaal uitgemeten wordt in de media. Nou, meldde u dat het... moeizaam tot stand kwam dit keer, de presentatie van deze dag. Wat was daar de reden van? We hebben er vrij lang over gedaan om tot deze dag te komen. Omdat wij zelf intern ook heel erg ons hebben afgevraagd van hoe zo'n dag er nou uitziet. Het moet niet alleen over Multatuli gaan, want dan wat je eigenlijk wil als Multatuli genootschap en als Multatuli huis ook. Dat het gedachtegoed van Multatuli wordt getransplanteerd, zou ik bijna zeggen, op de moderne tijd. Dus het moest een mix zijn van Multatuli en nu.
Nou ja, en dan moet je zoeken naar waar moet het dan over gaan, die moeten dan sprekers zijn. Nou ja, uiteindelijk hebben we dit dus bedacht. En ja, het is nog niet zo heel erg lang, omdat Ronald van Raak ook heel openbaar is met zijn nieuwe wet. Dus daar waren we heel blij mee, want het is echt de kroon op het werk, zou ik bijna zeggen, van Multatuli. En eerlijk gezegd van deze dag ook. Het motto van de dag was klokkenluider of querulant. Het woord klokkenluider heb ik talloze malen gehoord. Het woord querulant een paar keer, vooral de Vlaamse hoogleraar heeft het een paar keer gebruikt. Is daarmee de vraag het antwoord? Nou ja, de vraag wordt gesteld omdat klokkenluiders in een organisatie vaak als querulant worden beschouwd. Wat je in de praktijk ook wel ziet, dat klokkenluiders in een organisatie zelf vaak al vastgelopen zijn en het moeilijk hebben en dan door een ander worden gezien als querulant. Een kwestie van perspectief. Ja, en dat is wat ik ook zei, dat als je al zo'n naam hebt, dan heb je een achterstand als je wilt praten over iets wat jij als een misstand beschouwt. Dat is jammer, want daardoor, wat ik al zei, vaak hebben deze mensen echt aan een punt. Alleen doordat ze zich in een bepaalde positie hebben gemanoeuvreerd of laten manoeuvreren of zijn gemanoeuvreerd, worden ze minder gehoord. Nou, voordat het zover is, zouden ze dus nu naar dat huis voor de klokkenluider kunnen gaan. Dus het lost ook heel veel op, denk ik, voor die mensen zelf. Ja, het huis is volledig onafhankelijk, heeft een eigen wet, heeft een eigen budget, eigen mogelijkheden. Ja, en daar hoort ook een hele onafhankelijke, sterke geest bij. En daar gaan we snel naar op zoek. Een soort ombudsman. Ja, zoiets. In ieder geval iemand die ook goed kan onderzoeken en zijn rug recht kan houden. Bent u beschikbaar als huisbazin? Nou ja, ik heb wel eens onderzoek gedaan op dit gebied naar integriteit. En ik vind het ook heel belangrijk. Ik vind het erg belangrijk dat organisaties integer functioneren. Dus wat dat betreft is het wel een onderwerp dat aan mijn hart ligt.